Hallo en welkom, ik ben Wendy van Mirrorhorses en bij Mirrorhorses leert iedereen om een zelfzekere ruiter te worden. Nu, je hebt misschien al filmpjes van mij gezien of misschien ook niet en op die filmpjes zal je kunnen zien dat, hoewel dat ik vandaag echt wel heel coole dingen kan doen met Fresco, met mijn paard en ook met andere paarden. Maar met Fresco kan ik bijvoorbeeld zonder zadel rijden, zonder hoofdstuk rijden. Wij kunnen in vrijheid allemaal superleuke, coole dingen doen. Hij volgt mij overal en we hebben een communicatie samen, we hebben een supersterke connectie. Het is precies dat ik kan begrijpen wat hij zegt en hij begrijpt wat ik zeg en we kunnen daar wat mee aan de slag gaan. Het gaat natuurlijk niet alle dagen perfect, maar wat wij kunnen samen is gewoon ongelooflijk. En de relatie die we hebben is gewoon 1 uit 1000. En hoewel dat er is vandaag en hoewel dat je mij elk paard nu in handen kan geven en dat ik dat paard kan helpen om meer vertrouwen te krijgen of meer respect te krijgen voor mensen en dat ik elke ruiter kan helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen, alhoewel dat er allemaal is, is dat allemaal niet zo geweest altijd. Ik kan me nog heel goed herinneren het moment dat ik op de grond viel tijdens een springles. En dat ik wou rechtstaan en dat de leraar ook zei van allee Wendy, rechtstaan en terug op je paard kruipen. En dat ik wou rechtstaan en dat ik een vlijmscherpe pijn voelde in mijn schouder. Dat was deze schouder. En dat ik zelfs niet kon rechtstaan. Ik kon zelfs niet uit het zand komen, want dat deed veel te veel pijn. En ik herinner mij dat mijn moeder, want ik was toen nog maar 12, 13, dat mijn moeder naar mij toe kwam. En dat het dus wel ernstig was. En heel veel herinner ik mij niet meer daarna, maar ik weet wel hoe intens dat moment was. En het ergste moment was toen als ik bij de dokter zat en dat de dokter zei van ja, we gaan het niet opereren, het gaat zo moeten genezen, maar je zal toch minstens een jaar moeten revalideren. Dus een jaar niet paardrijden. Dat was voor mij alsof dat mijn hele wereld in elkaar stortte. Ik was al van mijn 7 jaar aan het rijden. Je kon mij op elk paard zetten, op het wildste paard. Hoe wilder, hoe liever. Ik was gewoon een echte cowboy op dat gebied, of cowgirl. En ik had zoveel plezier in het rijden. Dat was mijn passie. Ik ging daar mijn beroep van maken. Mijn droom toen zelfs was om springruiter te worden. Dat ging allemaal. Mijn leven was al helemaal uitgepland toen als ik 12 jaar was. En dan ineens, poef, gedaan. Dus een heel jaar heb ik andere dingen moeten doen dan paardrijden. En dan uiteindelijk, toen het genezen was, wou ik natuurlijk direct terug gaan paardrijden. Maar de eerste keer dat ik terug ging rijden, op weg naar de manege, voelde ik dingen dat ik daarvoor nooit niet gevoeld had. Ik voelde mij misselijk. Ik voelde mijn benen zoals slap worden. En ik had precies... ja, een heel raar gevoel in mijn lichaam. En naarmate dat we dichter bij de manege kwamen, werd dat heviger en heviger. En naarmate dat we dus eerst paard gaan zadelen, uit de stal halen, naar de piste gaan. En hoe dichter dat we bij die piste kwamen, hoe erger en intenser dat we... Mijn hart sloeg 200 per uur. Ik had echt bijna angst, zweet. Mijn handen voelden klam aan. Mijn benen waren zo slap als iets. Ik had het gevoel dat ik door mijn benen ging zakken. En mijn maag, dat was nog het ergste. Mijn maag was zo verkrampt. En dat bleek maar... Dat bleef precies in het rond gaan, in het rond gaan, in het rond gaan, in het rond gaan. En zo duwen, duwen, duwen. En op een bepaald moment dacht ik echt van, ja, ik ga echt niet op dat paard stappen, want het gaat gewoon niet. Het doet veel te veel fysiek gewoon pijn om op dat paard te stappen. Maar de leraar natuurlijk van, je moet erop, je moet erop, je moet erop. Dus niet beter wetende op die leeftijd kroop ik op dat paard. Helemaal verkrampt natuurlijk. Die les was een regelrechte ramp. Ik heb toen zo afgezien, ik had het gevoel gewoon dat ik niet meer kon rijden. Want doordat ik zo verkrampt zat, was mijn zit ook gewoon verschrikkelijk slecht. Hè? Want ik zat niet genoeg naar achter, ik zat zo met mijn schouders. Mijn benen waren gespannen en daardoor waren mijn onderbenen te veel naar achter. En natuurlijk, het paard reageerde daar niet altijd even positief op, ook niet natuurlijk. En wat gebeurde er? Dus keer op keer als ik terug probeerde te rijden, gebeurde er iets. Bijvoorbeeld het paard dat opzij sprong, of dat in galop niet luisterde, of dat te snel ging, of een paar keer zelfs dat ik er terug afgevallen was. En daardoor was ik gewoon super, super bang geworden om nog iets te doen met paarden. Maar zoals je nu vandaag kan zien,
is dat helemaal omgedraaid. En dat is een heel ander verhaal dat ik nu zeker niet ga vertellen. Maar wat ik jou vandaag wil meegeven, is dat het mogelijk is. Want wat ik nu met mijn paard bereikt heb, is nog beter dan wat ik ervoor had. Want toen ik 7 jaar was, wou ik springruiter worden. Wat ik nu heb met Fresco is gewoon 1000 keer beter. Die connectie, die band dat we hebben. En dat ik die band met elk paard kan opbouwen, dat is voor mij gewoon ongelooflijk. En dat wil ik voor jou ook. En daarom heb ik ook mijn stappenplan naar paardrijden zonder angst opgericht. Nu, wat wil ik het vandaag over hebben in deze video, is van wanneer kruip je terug op je paard? Want zoals ik daar juist zei, ik ben op dat paard gekropen de eerste keer met knikkende knieën, met fysieke pijn in mijn lichaam. Mijn hele lichaam zei niet doen, niet doen, niet doen en ik ben er toch opgekropen. Dus ik wil dat je dit neerschrijft, want dat is super belangrijk. Kruip pas op het paard als je daar goed bij voelt. Nu, wat wil ik daarmee zeggen? Want als je het zo bekijkt, zou je kunnen zeggen, misschien voel ik mij nooit goed genoeg om op dat paard te kruipen. Je moet er wel aan gaan werken. Dat wil zeggen, je moet niet gewoon wachten totdat het gevoel over is, want dat gaat niet werken. Je moet in stapjes gaan werken om jouw zelfvertrouwen op te bouwen. En dat gebeurt in verschillende stappen. Daarom heb ik mijn stappenplan. Je moet eerst en vooral bij jezelf beginnen. Je moet zelf gaan kijken van, oké, wat heb ik allemaal nodig om over die angst te geraken? En hoe pak ik dat beste aan? Ja? En dan is het belangrijk om altijd een beetje verder, verder, verder te gaan. Dus wanneer weet je dat je effectief klaar bent om op je paard te stappen? Als het moment dat je, wanneer je je voet in de stijgbeugel zet, dat je misschien nog een klein beetje een ongemakkelijk gevoel hebt, maar niet meer dat gevoel van, oh, als ik hierop kruip, ga ik doodgaan. Als je dat gevoel hebt, is het eigenlijk ben je helemaal nog niet klaar om dat te doen. Dus dat is hetgeen dat ik je wil meegeven vandaag. Als je echt het gevoel hebt van, ik ben niet klaar, blijf dan stapjes ondernemen. Het is ook niet de bedoeling dat je blijft staan, hè? Dat je altijd hetzelfde blijft doen. Dat is ook de reden waarom ik het stappenplan heb ontwikkeld, zodat je toch wel uit je comfortzone komt en altijd een beetje verder gaat. Maar door gewoon direct alles te doen waar je bang van bent, ga je niet over jouw angst geraken, in tegenstelling tot wat de instructeurs soms denken. Wat dat wel waar is, is dat je altijd je comfortzone wat moet uitbreiden, uitbreiden en altijd een wat langer, langer, langer in die momenten zitten die je normaal gezien angst aanjoegen. Maar in één keer alles gaan doen waar je zo bang van bent, dat heeft meestal het tegengestelde effect. Dus dat is wat ik je wil meegeven vandaag. Hopelijk heb je er iets uit geleerd. Alles wat je eruit gehaald hebt, zou ik heel graag horen. Dus dat mag je hier onder de video zeggen. En het is ook een conversatie, dus we gaan een conversatie aangaan. Ik wil hier niet gewoon staan preken voor iedereen. Laat gerust weten hoe dat bij jou speelt en wat er allemaal is hieronder de video. Tot later. Dag.